Yes, I'm happy to play here in this hall because this acoustic is so nice and people were very friendly and yeah, everything. I'm really happy. Kijken naar Kabaal in de keuken. Oh, en dat is een muziektheatervoorstelling met muziek, dans en theater. Dus helemaal geïntegreerd. Gebaseerd op een ballet van Martinou uit de jaren 20. Dus uit interbellum tijd met heel veel jazz en tango muziek en zo. En daar heb ik een nieuw tekst opgeschreven voor Elsbeth. Die muzikus is, maar ook heel goed is in vertellen en theater. Dat is onze tweede samenwerking, hè? En deze keer is wel heel erg leuk dat we de dansgroep van Vera Coetzee erbij hebben. En van oorsprong is dat stuk van Martinou ook voor dans. Nogmaals, welkom allemaal in mijn fantastische keuken. Mijn naam is dus Dits en ik ben hier de baas. Is dat even duidelijk? Ja. Oké, fijn, duidelijk. Hoe ben je aan dit stuk gekomen? Nou, ik heb het een tijdje geleden tijdens het Orlando Festival dit stuk gespeeld. En het jaar daarop ben ik via het Prinses Christina Concours presentator geworden van de Classic Express. Net als Elsbeth. En de Classic Express is een rijdende concertzaal van het concours. En die rijdt langs allemaal basisscholen om concerten te geven aan kinderen. En daardoor maken we dus klassieke muziek toegankelijker voor de jeugd. En vanuit die twee aspecten ben ik zeg maar, deze voorstelling bij elkaar gaan creëren eigenlijk. Om ja, een speelse manier van klassieke muziek over te brengen op de kinderen. Sowieso, ja. Theepot en Deksel hebben elkaar gevonden. De ware. We kennen jou ook vooral als pianist, maar hoe vind jij het dan om hier met deze muzici en dansers te mogen staan? Ja, vind ik echt een groot geluk. Echt, soms moet ik me een beetje inhouden om Michel niet van de kruk af te duwen, omdat ik wil spelen. Nee, dat valt eigenlijk wel mee, want ik vind... Ja, dat verhaal vertellen, dat doe je sowieso altijd natuurlijk al in muziek. Maar ik vind het ook heel leuk om het echt met woorden te doen en interactie te hebben met het publiek. Hoe denk je dat de kinderen hierop reageren dan als jullie dit maken? Ik denk dat ze vooral er heel erg in zitten. En dat ze helemaal niet doorhebben dat ze luisteren naar klassieke muziek. Zij worden meegenomen in het verhaal. En we hopen ja, stiekem als onderliggende gedachte natuurlijk wel. Dat ze daarom een positieve ervaring hebben met muziek en dansen ook in dit geval. Maar volgens mij zit dat wel goed. Thank you for your fantastic performance. Can you tell something about the program that you've just played? I've played today pieces by Franz Liszt, and some of them were transcriptions, for example from Handel's opera Almira, that was the first opera of Handel, and Liszt made a transcription for the piano, so he took two dances, like Sarabande and Chaconne, and as well I played the Schubert song, which Liszt transcribed on the piano also, the Forest King, and also my program included the famous Tarantella from Venezia and Napoli album, and the Benediction, so the God Bless the Solitude, as well as the Second Hungarian Rhapsody. And a very small piece called Lorelei, which is also a transcription of his own piece, own song. So that was originally written for soprano and he transcribed it for the piano. So he really loved this transcription thing, so he did it. And yes, I'm happy to play here in this hall because this acoustic is so nice and people were very friendly and yeah, everything. I'm really happy. But you've been very busy last year. What happened? Well, after winning the International Franz Liszt Piano Competition in Utrecht, the Netherlands, I really got like many offers to play the concerts. And it's so much traveling and new experiences. So my schedule is quite tight at the moment. So like tomorrow I play in Germany, today I played here, and
the day after I also have some concert in another city, so it's quite busy. So music is actually the most important thing in your life? Oh yes, absolutely. At the moment, that's the most important part. Why? Well, I love this, and you know, what you love, that becomes your most important thing, right? Wat zijn mensen hier aan het doen? Ze lopen een route van ongeveer een kleine 2 uur door de hele buurt. En daarmee leren ze de buurt kennen, de Zeeheldenbuurt. En alle stukken die je onderweg tegenkomt, hebben allemaal te maken met deze buurt en Zeehelden. Wie krijgt het pleintje zonder naam? Het pleintje zonder rapai, king, king, king. Rapai, king, king, king. Wie krijgt het pleintje zonder naam? Het pleintje zonder naam. 6, 5. Wie krijgt het pleintje zonder naam? Wie krijgt het pleintje zonder naam? We lopen in de Zeeheldenbuurt en we moeten beter leren kijken en daarom hebben we allemaal een koptelefoon op. En wat heeft ze net gezien bij op de eerste locatie? Ja, dat vond ik heel leuk. We waren in een wasserette en daar werd verteld van een zeeheld die op het pleintje zonder naam, die dan de naam zou krijgen. En wat ik prachtig vond, dat was het mengen van alle geluiden door elkaar. En dat ze dat als één vrouwsactie neerzetten. Ja, dat is mooi. En kent u deze buurt al? Ik ben hier nog nooit doorheen gelopen, geloof ik. Help me sing, sing in verdriet. Wie het mij, wie het We moeten stil zijn, anders komt zij hierheen. Kijk, veel apen zouden zich zo aan kunnen passen aan het mens zijn. Dat gebeurt ook. Elke zin die we zeggen kan de zin zijn die haar hierheen brengt. Zo gaat het al jaren. We kunnen niet anders. Het verhaal over wie we zijn is alles wat we hebben. Niks kan ons beschermen. Waar ging de voorstelling over? De voorstelling gaat over aap zijn en mens zijn. Mensen die aap willen zijn en apen die mens willen worden. Tromroffel. Waar heeft u net naar zitten kijken? Naar een mooi stuk. Naar een interessante voorstelling met toneel en zang.